Mensen, welkom. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag weer wat doen aan de Golf 3. En wat gaan we doen? We gaan de uitlaat even aanpakken. Het is nu zo dat er een katalysator onder zit. Ik heb er een race katalysator onder gezet. Omdat we toen de tijd te keuren gingen bij het RW. En ik moest natuurlijk APK hebben. En zonder katalysator met deze gechipte motor. Denk ik niet dat die de CO-meting gehaald zou hebben. Plus het feit dat het ook niet mag. Dit voertuig is van na 95 en daarna is een katalysator verplicht. Dus er zit een katalysator op en een lapdaszonde. En dan moet hij aan een bepaalde CO voldoen. Dat was trouwens bij deze auto allemaal prima in orde. Lapda werd met een beetje toerentafverhoging werd dat keurig 1,06. Dus lapda 1 is ideale mengverhouding. En CO gehalte was 0,34, dus onder een half. Prima. Maar nu wil ik die uitlaat even anders hebben. Ik wil wat meer geluid hebben en ik denk dat we meer vermogen kunnen halen. Dan gaan we geen dyno's doen en zo. Ik bedoel, we gaan gewoon even straks met de camera kijken dat we wat sprintjes kunnen filmen. En ja, dat is natuurlijk super mooi voor de beleving en voor het geluid. De uitlaat heeft nu een beschaafd geluid en als je echt flink op het gas geeft, dan hoor je hem wel. Maar ik vind dat hij nog even wat speelser mag, zeg maar. Dus we gaan kijken wat er gebeurt als we de einddemper vervangen en als we die katalysator even een katvervanger tussen doen. Puur even om te kijken van joh, wat is nou dat verschil? De uitlaatdemper, de einddemper is nu een 1 naar 2 systeem. Dus er gaat één pijp in en er komen twee uitlaatmondingen komen eruit. En ik heb toch het gevoel dat hij een beetje afremt, zeg maar. En ik heb nog een demper liggen, een tussendemper weliswaar, maar goed, een demper is een demper. Die wil ik daartussen bouwen om te kijken of we daar een verschil mee gaan halen. Eigenlijk zou er een 3-inch uitlaatsysteem onder moeten onder deze auto, gezien het vermogen. Ze zeggen wel eens een inch per 100 pk. Nou, ik heb ongeveer 300 pk. Ja, op 600 pk zijn er geen gasten die een 6-inch uitlaat hebben. Want dat zou inhouden dat je een pijp moet hebben van 15 cm doorsnee. Dus dat is natuurlijk niet helemaal relevant. Maar goed, ik denk dat het op zijn minst beter gaat worden dan het nu is. Dus we gaan het even meemaken. Zo mensen, ja, zijn we dan in de werkplaats. Ik had al even wat voorbereid. Kijk, we hebben eerst even wat geprobeerd te testen met lassen, want ik had wat moeite met mijn lasapparaat. Maar goed, ik ben eruit wat de instelling moest wezen. Nou, dit is een heel lang stuk pijp. Dit eindstuk is 3 inch en de demper is 2,5. Goed, ik had nog een verloopje liggen, de 2,5 naar 3. Dus die heb ik opgelast. Nou, dat is... Het lijkt zo rabberig, maar het is best een mooie las geworden. Goed ingebrand, niet te veel erop liggend. Ik heb hem iets vlak moeten slijpen omdat ik hem moest inklemmen om de demper erop te lassen. Dit einddeel komt eronder en dan zal ik ongeveer met mijn hand zal hij afgechopt worden. Voordat we überhaupt beginnen met lassen is het wel verstandig jongens om je accuklemmen los te halen. En voornamelijk de minklem.
Met het loshalen van de minklem voorkom je dat je spanningen krijgt van het lassen naar je elektronica van de auto. Het hoeft niet per se te gebeuren, maar het zou zomaar kunnen, en ik heb het wel meegemaakt, dat een computer van een motor door de piekspanning van het lassen opeens gewoon te veel stroom krijgt en dat er dus een diodetje of een weerstandje op je printplaatstuk gaat. Denk je bij altijd eraan dat je als je de polen loshaalt, dat je eerst de min loshaalt. Want stel dat ik met mijn sleutel op de min zit en ik kom tegen de carrosserie, dan is het massa op massa, dat is niet erg. Als je de plus gaat loshalen en de plus komt met je sleuteltje tegen de carrosserie aan, dat geeft serieuze knettertjes en tot fik aan toe. Dus altijd even erom denken, de minklem eerst loshalen. Zo jongens, uitlaatje nog warm. We gaan deze klem loshalen, dan komt de hele demper eraf. En dan slijpen we de delen van de demper af die we weer nodig hebben. En als die eraf zijn, dan pakken we de nieuwe demper en dan doen we dat onder de auto aanhechten. En als het dan goed op zijn plek zit en alles is voor elkaar, dan pas lassen we de boel af. Zo jongens, pijpjes eraf geslepen. Gezorgd dat de oppervlakte zo goed als vlak is. Maar ik kan hier nog heel klein beetje, ik zou er vanaf kunnen, maar goed. We kijken even hoe het zich vormt aan de nieuwe demper. Die zijn wel warm. En hier ook twee uitlaatophangsteunen. Even de boel vlak geslepen, dat even het oude vereen heb ik ze gelast met staaldraad. Ja, dat gaat roesten en dat is niet zo fraai om te zien. Dus nu gaan we met RVS lassen. We lassen gelijk de buis aan de demper. We hechten hem. Dan passen we hem op de auto. En als het dan lekker zit en het is naar het zin, dan lassen we hem af. Uitlaatdemper is onder vandaan. Maar nu kikt mijn nieuwsgierigheid een beetje in. Want, ja, hoe zal hij nu klinken? Eens even horen hoor. Voor mij maakt het echt een kleerherrie. Oh, fuck dat, ik heb de klem ligt eraf. Nee, dit is te veel gorgel. Nee, vind ik niet lekker. Goed, dat doen we dus niet, we gaan die demper ertussen knallen. Zo jongens, nou, de pijp zit vast aan de demper en dat is best een mooie las geworden. Ik ben jullie vergeten te filmen joh, ik was zo erg in mijn ding, ik ben het helemaal vergeten. Dus excuus, ik zal proberen straks bij de katalysator daar ook om er even meer werk van te maken. Maar voor nu, kun je het kunnen zien, het is een beetje tegen het licht in. Maar dat is best redelijk gelukt, al zeg ik het zelf. Dit lasapparaatje, ik weet niet wat het is hoor. Ja, het is al de kwaliteit wezen van het apparaat en de draad en het, nou, het gas niet, want dat is gewoon goed spul. Maar het is een parkside apparaatje. Ik bedoel, wat verwacht je nou? Je moet echt onder de hand lassen, zoals we dat noemen. Dus je moet echt met de draad naar beneden. Probeer nou niet ondersteboven of zijdelings wat te lassen, want zoals je wel kan zien, dan krijg je dit spul. Dit is puur even dat het vast zat, zeg maar, voor de aanhechting. Dat is een uitlaatsteun, die hebben we net even gefixt. Dus die gaan we nu even aflassen. Kijk even mee jongens, dat is wel even grappig misschien. Hopen dat het lasje een beetje mooi uit de verf komt. Dat is nou wel grappig woordschapje, lassen die uit de verf komen. Kijk even mee. Zo fucking dom nu. Het draad stond gewoon. De roldraad stond te strak, zeg maar, in de houder. Waardoor het motortje
niet gelijkmatig in één keer de draad doorvoert, maar een beetje te veel, te weinig, te veel, te weinig. Nu ik die centrale moer van die rol wat losser heb zitten en de motor wat strakker heb gezet, last die echt top nu. Dus, nou, beter laat als nooit. Dus we gaan nog even, ik las dit even vast en dan basta. Zo, dat zit. Lasapparaat even uit. Nou, gelukkig, dat is weer één ding wat af is, zeg maar. En voor die katalysator gaan we. Ik heb het toen besteld. Ik pak het er even bij, jongens, blijf even hangen. V-bandklemmen. Dus we gaan een katvervanger maken met 2,5 inch V-bandklemmen. Zodat we die katalysator voor de keuring of dergelijke er gewoon tussen kunnen planten. En ja, als we lekker willen trappen, dan gaat hij er even tussenuit. Dus we kunnen wisselen. Nog mooi een 3-gaats flens erbij. Die zou moeten passen. Jeuk aan mijn oor. En natuurlijk de bijbehorende pakking. Dus ja, we gaan die einddemper even onderzetten. En als die er helemaal onder zit, dan gaan we weer een beetje opruimen. En dan gaan we beginnen aan de midden... Nee, niet de middendemper. De katalysator. Dus jongens, trouwens, doe even abonneren, vrienden. Voor degenen die nog niet geabonneerd zijn, even abonneren. Leuk voor mij, leuk voor jullie. Ja, die gouden golf moet ook af. Even een beetje in een versneld traject. Ik heb al een paar keer eerder gevraagd van, joh, moet het worden? VR6, R32 of een 24 kleppen VR6? Maar dat loopt even anders, want ik heb mijn lieve vrouw Kim ten huwelijk gevraagd op onze vakantie. En voorwaarde van Kim was altijd, ze wou trouwen, maar dan in die gouden golf. Die heb ik immers al 12 of 13 jaar bijna. Ook zolang ik Kim al ken, ik had hem eigenlijk al langer als Kim. En zij was zo gek van die kleur, en die kleur is ook fucking mooi. Ja, het is nu een beetje moeilijk zien, maar hij is wat stoffig. Maar het is echt champagne, silver gold noemen ze deze kleur. En ja, die auto staat hier nu alweer een jaar zo. En hij staat al een jaar, stond hij in mijn oude schuur. Dit is een 16 klep motor. Die had ik op de planning staan. Ik denk dat we die motor gewoon maar even gaan doorzetten. Ik bedoel, ik heb de spullen. Ik heb daar een doos met onderdelen. Ik heb Weber-carburateurs liggen. Dus ja, ik heb een groot deel heb ik al, zeg maar. Dus als we nou beginnen aan deze motor afmaken, kan die mooi daarin. Ook leuk speelgoed natuurlijk. Lang niet het vermogen wat de 1.8 turbo draait, maar goed. Het hoeft ook niet altijd zo veel vermogen te hebben. Het kan ook gewoon lekker rijden en leuk lopen met iets minder vermogen, zeg maar. Dus dat gaat eraan komen. Even abonneren, gasten. Zo, jongens. Ja, en dit is dan het eindresultaat. Ik vind het persoonlijk wel cool, want hij komt nu een klein stukje buiten de bumper uit. Niet te gek. Dus dat is wel chill. En hierboven zit hij ook gewoon goed. En dan hebben we hier ook nog wat gelast. Steun vastgezet. Dus ja, zo zijn we lekker bezig. Nu gaan we beginnen aan deze katvervanger. Die gaat er tussenuit. We hebben twee van die V-bandklemmen hebben besteld. Dus die kunnen we dan gewoon hierop maken. En ook op die kat. Dat, mocht je hem willen wisselen, kan je hem wisselen. Nou, hier zit natuurlijk de 3-gaats flens. Ja, als dat dan gedaan is, dan is er ondertussen weinig over van die hele originele uitlaat. Maar ja, goed. Mensen moeten hobby hebben. Nou mensen, kijk, dit is een setje met V-bandklemmen zoals we dat noemen, omdat deze vorm een V-vorm is, hierboven, zie je, waar die twee flensdelen op elkaar komen. Je hebt een mannetje, met een randje, en een vrouwtje, met een verdiepingje, dat past precies op elkaar. En nou willen we, er zit een heel klein randje hierin, zoals je kan zien hier ook, dat is om precies te kunnen lassen, dus dat steek je over de pijp heen. Maar nou moeten we weten wat we eruit moeten halen. Een beetje moeilijk te zien wat je eruit moet halen, maar je meet dus van dit randje naar randje en dan komen we uit op
37 mm. Nou goed, dus het houdt in, als we deze pijp weer willen terugkrijgen zoals hij hoort, dat we dus deze 37 mm er tussenuit moeten halen. Nou, dat gaan we doen. We slijpen hem als eerste hierdoor, denk ik, dat is het makkelijkste. En dan kunnen we die oude las gebruiken om hem vast te lassen. En dan doen we hem 37 mm verderop nog een keer doorhalen. En dan kan daar die andere kant tegenaan. Zo, rijdt even een AMG'tje G-klasse door de straat. Boah.